Goedendag, mijn naam is Sander Kompanjer en ik presenteer de 45e editie van De Andere Krant van 2022. We openen de krant met een artikel over het SARS-CoV-2-virus. De bewijzen dat het wel degelijk uit zijn lab komt stapelen zich op. In de krant een lang artikel van Jan Bonte die uitlegt waarom dit precies zo is. Documenten die in Amerika naar buiten zijn gekomen via de Freedom of Information Act, hun WOP-verzoeken, tonen ook aan dat er een dubieuze rol is voor de virologen van het Erasmus. De naam van Koopmans en Ron Fouché wordt hierin genoemd. Verder op de voorpagina gaat het over de 6500 WK-doden. Nou, dit blijkt een broodje-aap-verhaal. Verder in de krant veel aandacht voor het WK in Qatar. Westerse kritiek op Qatar klinkt hol, is de stellingname. We hebben natuurlijk, als het over hypocrisie gaat, ook Johan Derksen geportretteerd. We hebben ook gekeken, wat is Qatar precies voor een land? Het blijkt dat het Westen en Qatar al jarenlang heel innig samenwerken. Qatar heeft de grootste Amerikaanse basis in het Midden-Oosten en het is de grootste gasproducent waar wij nog zaken mee doen. Deze week was er uitspraak in het MH17-proces. Erik van der Beek heeft dat natuurlijk voor ons gevolgd. Verder op deze pagina een artikel op Tom Switzer. Tom Switzer is met zijn uitgeverij De Blauwe Tijger als een terroristische organisatie bestempeld. Deze week had hij een rechtszaak tegen de NCTV. Afgelopen week hadden we een artikel in de krant waarin de link werd gelegd tussen de coronavaccinaties, de prikken en myocarditis. De reactie die wij kregen van een wetenschapsjournalist was dat het van A tot Z bedrog zouden zijn. Wij vinden het zeer kwalijk dat de media weg blijft kijken, terwijl de bewijzen zich opstapelen. Er zijn 226 studies waaruit blijkt dat er wel degelijk schade aan het hart veroorzaakt wordt door de vaccins. En meer dan 1000 peer-reviewed studies die aantonen dat de vaccins schade opleveren. We roepen onze collega's van de andere media en de reguliere media op om niet meer weg te kijken. En een mooie rechte rug. We hebben dus weer een bomvolle krant met heel veel nieuws. Vanaf vandaag bij al onze abonnees op de bus, vanaf dinsdag in de winkels. Abonneer via deandere krant.nl of bestel via deandere krant.nl. Heel veel leesplezier.